Hey Simmers en welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Vandaag heb ik iets nieuws voor jullie. Dit is namelijk een nieuwe serie op mijn kanaal. En de Sims 4 seizoenen is uitgekomen. Dus dit is onder andere omdat de Sims 4 seizoenen is uitgekomen. Maar ook omdat ik dit al eigenlijk een tijdje graag wil proberen. Wat we namelijk vanaf vandaag gaan doen is de Sims 4 Homeless Challenge. En ik denk dat de meeste van jullie het wel kennen. Het is wel een bekende challenge. En de reden dat ik dit eigenlijk wil doen is omdat ik het al een keer eerder heb gedaan. Toen ik net was begonnen met YouTube, heb ik als allereerste Sims-serie die ik ooit heb gemaakt een keer de Homeless Challenge gedaan in het Engels. En ja, dat was niet zo'n succes, dus dat heb ik niet afgemaakt. Omdat ik gewoon ook nog weinig ervaring met YouTube had. Maar het was wel eigenlijk gewoon echt een hele leuke challenge. En nu ik wat beter ben geworden, wil ik het eigenlijk graag nog een keer opnieuw doen. En ik denk dat de Homeless Challenge wel heel erg leuk is in combinatie met seizoenen. Omdat het een extra moeilijkheidsgraad toevoegt aan het spel. Ik bedoel, nu zijn we niet alleen maar dakloos, maar we moeten ook nog eens zorgen dat we niet doodgaan door het weer. En zoals je ziet regent het nu, want het is herfst. Ik zal jullie eerst wat achtergrondinformatie geven over deze Let's Play. Voordat we echt gaan kijken hoe seizoenen precies werkt. We hebben hier onze sim. Dit is Lizzie Boter. En Lizzie is, zoals je kan zien, zwanger. Ze leeft op straat. Dit is even de kavel die we hebben. Dit is een verlaten fabriek. We zijn in San Myshuno in het, in het stadsgebied. We hebben geen huis, maar ik dacht voor de sier, voor onze kavel, in plaats van een lege kavel, zet ik even dit weer neer, dat ze hier niet helemaal onbeschut is. En dan kan ze hier onder dit afdak eventueel ook nog een soort van schuilen. Tegen de regen, dus dat zou ze nu bijvoorbeeld kunnen doen. Ze wordt blij door de regen, door in de regen te spelen. Dat is leuk om te zien. En haar achtergrondverhaal is eigenlijk, Lizzie was getrouwd met Leroy hier. Maar zoals je hier ziet, heeft Leroy een hekel aan kinderen. En toen Leroy erachter kwam dat Lizzie in verwachting was, heeft hij haar uit huis gezet, heeft hij al haar geld afgepakt. En ze heeft eigenlijk verder niemand om op terug te vallen. Dus ja, je kan hier zien dat er iets gebeurt. Maar ja, dus zij staat nu op straat en ze leeft, is hier nu in de stad. En moet hier nu zien te overleven. En er zijn een aantal uitdagingen van deze challenge. Je begint dus met 0 simoleons. Je kan zien, we hebben echt totaal geen geld. We hebben deze kavel, maar er is hier niks waar we ook maar iets mee kunnen. We mogen ook nog niks kopen. Dat mag pas als we... Ik moet de regels er even bij zoeken, maar dat mag nog niet. Dan moeten we eerst zoveel geld verdienen. Ik geloof 500 simoleons verdienen. En dan kunnen we een bouwvergunning, als het ware, kopen. Is de bedoeling van de challenge. En ja, dan mogen we wat gaan bouwen op deze kavel. Dus ik denk dat het goed is om daar als eerste instantie naartoe te werken. Ik zal even erbij pakken. Als we 500 simoleons hebben, dan kunnen we gaan bouwen op deze kavel. Dus dan kunnen we een klein onderdakje bouwen, als het ware. Misschien een tent kopen. Dus dat is misschien wel een goeie om naartoe te gaan werken. Ondertussen is Lizzie hier van alles aan het bekijken. We gaan het natuurlijk ook even over seizoenen hebben. En ik vind het super tof, want kijk eens hoeveel water hier ligt. En we kunnen in de regen spelen. Dat wil ik gewoon even zien, want ik ben natuurlijk ook gewoon heel benieuwd hoe dit werkt. En met seizoenen en zo. Heel veel van jullie zaten echt te wachten op de seizoenen Let's Play. Maar ik heb er expres voor gekozen om niet echt een specifieke seizoenen Let's Play te beginnen die echt alleen maar daarop gericht is. Want ja, ik vind seizoenen is niet echt... Kijk, rondrennen. Het is niet echt één... het is gewoon iets wat iets toevoegt aan alles wat er al is. Het is niet een op zichzelf staand iets. Het is gewoon... Ja, het voegt gewoon iets toe aan alles. Dus ik ga in elke Let's Play komen automatisch natuurlijk de seizoenen erbij. Dus in de Peuters Let's Play gaan we ook een heleboel doen met seizoenen. Dat gaan jullie ook nog wel zien. Voor nu in elk geval de Homeless Challenge. En ik zal jullie, omdat dit de eerste keer is dat we seizoenen hebben, ook even daar doorheen lopen als het ware. Wat er onder andere nieuw is dat we hier een kalender hebben. En dit is dus de Boter huishoudkalender. Nou is dit misschien niet het perfecte huishouden als voorbeeld voor hoe dit gaat werken met het huishouden. Want we hebben niet echt een huis. En ook, we zijn ook maar in ons eentje. Al moeten we natuurlijk wel zorgen dat we onderdak hebben voordat het kindje er is. Dat is wel iets wat ik een leuke extra uitdaging vind.
Maar je ziet, het is de eerste dag van de herfst. Vandaag regent het, morgen regent het, dinsdag regent het, woensdag regent het. Donderdag dan waait het, maar dan is het ook nog het oogstfeest. En dan vrijdag en zaterdag waait het ook. Dus nou ja, dat hebben we hier. En we zien hier in de winter hebben we het winterfeest en oud en nieuw. En in de lente hebben we het liefdesfeest. En we zouden eventueel ook nog zelf evenementen toe kunnen voegen. En dan, even kijken, als we hier op oogstfeest klikken... Dan kan je zien dat de doelen zijn van het oogstfeest dat je decoreert. Feestdagkabouters, ik weet nog niet wat dat is, dus ik ben heel benieuwd. Een groot eetfestijn en dat we dankbaar zijn voor alles. Het is een beetje Thanksgiving in Amerika. Dus ja, dat is het oogstfeest, dat is de kalender. En hier beneden hebben we ook een overzicht dat we kunnen zien dat het dag 1 is van de herfst. Dat er lichte regen is, het is koel en er is kans op regen. Dus nou ja, dat zien we dan allemaal ook. Dus ja, daar moeten we allemaal rekening mee houden. Vooralsnog lijkt het niet alsof ze heel oncomfortabel is dat het regent. Maar wat ik denk dat we moeten gaan doen is misschien kijken of we ergens wat eten vandaan kunnen halen. Want we hebben best wel honger. En we moeten wat geld verdienen. Dus we gaan gewoon meteen beginnen met de homeless challenge. Oh, ze is misselijk omdat ze zwanger is. Maar we hebben niet eens een wc om in over te geven. Dus ik hoop dat het goed gaat. Want ja, we moeten echt even wat spulletjes kopen. Eens even kijken. Soms dan... Ik zal haar trouwens ook even haar eigenschappen laten zien. Zij is freelance botanicus, is haar doel. Dus ze wil graag heel goed worden in het planten van dingen. Planten telen tot een expert in tuinieren. En er is bij Sims voor Seizoenen natuurlijk een hele nieuwe tak van tuinieren toegevoegd. Dus daarom dacht ik dat is wel leuk. Want dan kunnen we op die manier dingen planten en daarmee misschien ook een beetje geld verdienen, hoop ik. Dus dat is haar doel als het ware. En dan haar persoonlijkheid. Ze is onhandig. Op familie gericht. En ze is een veelvraat. En de eigenschap veelvraat heb ik er gegeven om deze reden. Dat we dus eten kunnen opduiken in de vuilnisbak. Alleen deze vuilnisbak is leeggehaald. Dus misschien als we dit opruimen. Dan kunnen we daarna naar eten zoeken. Ik zou zeggen laten we dat even proberen. Oh, oké. Nou, het kraampje gaat alweer dicht. Dat is jammer. Ik dacht misschien kunnen we daar wat eten. Ah, we kunnen ook gewoon deze meneer zijn vegetarische burrito stelen. Dat is misschien wel heel gemeen om te doen. Zij is dus alleen... ze heeft niemand meer. En het doel is dus gewoon dat we haar leven gewoon weer op orde gaan krijgen. We mogen dus vooralsnog niks. Oh, dit kraampje gaat weer open. Nou ja, we hebben dus 0 simoleons, dus we kunnen niks kopen. Maar we kunnen nu inderdaad wel eten opduiken. Dus ik denk dat het een goed begin is om... Eens even te kijken of er misschien nog iets eetbaars voor ons tussen het afval zit. Wat voedsel gevonden? Het ziet er nog steeds redelijk eetbaar uit. Nou, dat is mooi. Wat hebben we gevonden? Snelle havermout. Nou, laten we het gewoon eten. Want ja, we moeten wel. En we moeten ook voor ons kindje zorgen natuurlijk. En het wordt ook al donker. En je kan zien, het is nu 6 uur. En normaal gesproken zou het nu nog licht zijn in de Sims. Maar omdat het nu herfst is, wordt het sneller donker dan anders. En dat vind ik echt heel erg leuk als toevoeging. En ik hoop eigenlijk een beetje dat het straks weer gaat regenen. Want dan kunnen we weer wat meer zien van hoe dat eruit ziet. Eens even kijken. Ja, het enige nadeel van dat we in de stad zijn... is dat het vinden van voorwerpen wel iets lastiger wordt. Want je kan namelijk ook spullen zoeken. Zoals die plantjes en dingen opgraven en zo. En die kunnen we verkopen. En die zijn soms best wel veel waard. Dus dat zou op zich wel leuk zijn. Hallo, wie is dit? Laten we... Ja, mensen willen ook niet echt met ons praten. Heeft hij nou zijn eigen cupcake meegenomen? Ja, waar komt hij daar nou weer aan? Nou ja, oké. Okay. Mensen willen niet echt met ons praten omdat we een beetje een zwerver zijn. En we zien er ook wat onverzorgd uit. Dat is wat we gaan doen. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuk idee vinden. En dat jullie er ook voor openstaan om als daklozen... kijk, daar gaan de lichten. Ja, proberen te overleven. Oh, we stinken al, als het goed is ook. Eens even kijken, want we moeten ook even op onze... misschien moeten we ook een wc kopen. Al is hier ook wel een openbaar toilet ergens volgens mij. Eens even zien. Hier is nog een prullenbak. Misschien moeten we gelijk even kijken of we ook alvast ontbijt voor morgen kunnen zoeken. Ja, laten we dat doen. Laten we ook even ontbijt zoeken. Ik zal even laten zien. Ze zit in haar eerste semester... Hoe noem je dat? Eerste trimester. Ja, nou ja, goed. Ze is net zwanger. Dus. Oké, we hebben nog wat meer eten gevonden. Dus dat is mooi. Maar zoals je ziet stinken we daardoor wel. En we hebben nog meer honger. Dus laten we ook gewoon nog even die macaroni opeten. Kan ons het schelen. En dan moeten we kijken of we wat geld kunnen verdienen. Ja, we kunnen hier gewoon ergens natuurlijk slapen.
gewoon buiten. Maar we zijn nog niet echt moe. Dus ja, we gaan gewoon even op zoek. En we zijn trouwens in het Spice District van Senmaishuno. Dus ja, dit is dan onze uitvalsbasis. Maar we wonen in principe nergens. Dus dat is ja, gewoon een uitdaging. En hier is inderdaad het toilet. Ik denk niet dat we ons daar ook op kunnen frissen. Dus misschien dat we ook een keer naar de sportschool moeten of zo. Om te kijken of we daar ja, wat schoner kunnen worden. Oké. Nou ja, er komen in elk geval wel wat mensen bij ons zitten. Dat is dan wel weer een soort van gezellig. Ja, ze heeft genoeg gegeten. Dus laten we de rest verpakte lunch maken. Ik bedoel, laten we er gewoon een hele fancy maaltijd van maken. En de volgende video die jullie op mijn kanaal zullen zien is weer van de Peuters Let's Play. En daarin gaan we ook ja, wat uitgebreider ja, in op seizoenen, zeg maar. Want ik denk dat het wel echt leuk is om dat ook met de familie te doen. En ik denk dat de familie uit de Peuters Let's Play daar gewoon ontzettend geschikt voor is. We kunnen niet eens een muntje gooien omdat we geen geld hebben. Eens even kijken. Waar kunnen we wat geld mee verdienen? Hier is Cassandra is een kunstwerk aan het maken. Hé, een poes. Oh ja. De plek waar we wonen is een kattenhangout plek. Dus er zullen hier veel zwerfkatten rondlopen. Wat ik op zich wel heel grappig vind. En oh, zien jullie die blaadjes vallen? Kijk, het wordt herfst. Dus de bomen gaan nu als het goed is ook bruin worden. Wat ik wel heel leuk vind. Maar volgens mij kunnen we hier ook vissen, dacht ik. Dus misschien moeten we gewoon even kijken of we... Ja, gaan vissen maar, denk ik. Ik weet niet zo goed hoe we anders op dit moment geld moeten verdienen. Behalve door een vis te vangen en die misschien te verkopen. Of misschien ook even rondkijken of er ergens collectibles zijn. Verzamelobjecten. Ik denk het niet echt in de stad. Maar ik dacht dat het hier wel weer makkelijker zou zijn om eten te zoeken. Even rondkijken hoor. Ja... Ik weet niet, ik ben natuurlijk best wel vaak al hier op dit stuk van de stad geweest. Maar ik ben hier nog nooit echt op zoek gegaan naar dingen. Dus dat is voor mij ook nieuw. Even kijken waar Lizzie is. Oh, ze moet heel nodig plassen. Weet je wat, we gaan eerst wel even naar de wc, die is hier. Anders dan plassen we straks in ons broek. Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. En dan kunnen we daarna ook wat sneller lopen namelijk. Oké, zo te zien is ze daar wel blij mee. En dan gaan we even vissen. En ja, ze is dus nog steeds heel verdrietig. Wow, wat stond Leroy er nou? Was hij daar? Misschien is Leroy hier wel. Nou, ik hoef hem even niks te vertellen hoor. Dat kan ik je wel zeggen, want ik ben heel boos op die man. De vader van ons kind dan weliswaar. Oké, maar we hebben de visvaardigheid geleerd. Dankzij nieuwe vaardigheid kan Lizzie vissen vangen. Ze ophangen aan de muur of in een vissenkom stoppen. Het lijkt me best wel leuk om een keer... oh, 30 simoleons. Kogelvis. Kijk eens aan. Dat is mooi. Eens even kijken. En want we moeten die 500 simoleons, zodat we... kunnen we deze ook verkopen? Hier, 30 simoleons, ja. Kunnen we dit ook verkopen? 2, nee, dat is wel heel weinig waard. Dat kunnen we beter gewoon opeten. Ja, vissen voor eten, jongens. Het is nieuw. En het regent ook. Oh nee, niet. Het leek even of het regent, maar dat is gewoon de hengel. Nou ja, dus dit is het eerste wat we gaan doen. En als we wat geld hebben, kunnen we misschien ook gaan tuinieren. Maar ja, ik wil dan misschien toch wel naar een andere kavel uiteindelijk. Want we hebben hier ook niet echt... Het is wel in de stad, dus dit is niet de meest ideale plek om te tuinieren ook. Maar misschien kunnen we uiteindelijk inbreken in deze loods. En dat een soort van eigen maken. Oh kijk, nu regent het wel. Kijk hoe vet dat eruit ziet met de regen op het water. Oh, ik vind het echt heel gaaf. Ik vind seizoenen echt heel erg leuk. En het verschilt dus per wereld. In deze wereld kan het ook sneeuwen. Maar bijvoorbeeld in de woestijn, daar heb je alleen maar regen en storm. En ja, kans op regen. Nou ja, dat blijkt maar weer. Ja, het regent. We kunnen er helaas weinig aan doen. We kunnen wel een keer een paraplu kopen. Maar op dit moment zijn we gewoon even bezig om gewoon überhaupt wat meer geld te krijgen. Dat is wel belangrijk. Want we moeten gewoon zorgen dat we iets van onderdak hebben voordat we straks een kind hebben. En uiteindelijk wil ik natuurlijk gewoon een goed gezin voor haar. Want ik vind het wel een beetje zielig voor Lizzie. En ze kan het niet eens uitgillen, want we hebben geen bed. Dat is toch wel sneu. Ik heb het trouwens expres niet creatief gemaakt. Dat heb ik bij de vorige keer dat ik dit speelde wel gedaan. Dan kan je namelijk ook schrijven en schilderen om geld te verdienen. En dat gaat best wel snel, want je verdient best wel snel heel veel geld
met de schildervaardigheid, met het verkopen van schilderijen. Maar ik vond het toch iets te makkelijk. Zo te zien hebben we weer een vis. Oh, deze is schattig. 7 simoleons maar. Dit gaat niet echt heel hard, hè? Waar zouden we sneller meer geld mee kunnen verdienen? Wat denken jullie dat een goed idee is? Weet je, misschien ga ik toch wel even kijken of ik straks... of op zijn minst een slaap zou kunnen kopen, zodat we in elk geval hier kunnen slapen. Ik bedoel, dat is niet echt bouwen, toch? Dat valt wel onder het... Hebben we nog een vis? Kijk, 5 simoleons. Er zitten best wel veel vissen. Ik heb eigenlijk nog nooit wat met de visvaardigheid gedaan. Jullie wel? Ja, waar kunnen we nog meer geld mee verdienen? Ik had een kleptomaan moeten maken. Dan hadden we gewoon dingen kunnen jatten. Dat was wel makkelijk geweest. En ik vind het ook leuk, want je ziet ook iedereen een paraplu bij zich heeft nu. Omdat het regent. En ja, ik wil ook gewoon een paraplu. Dus we gaan ook gewoon sparen voor een paraplu, jongens. Het zijn de simpele dingen in het leven die het hem doen. Ja, oké. We zijn nu toch wel heel erg moe. En we zijn ook best wel heel erg vies. Dus misschien moeten we naar de karaoke bar gaan om te kijken of we daar even kunnen douchen. En dan misschien daar ergens kunnen slapen. Is misschien een idee. Wat kunnen we doen? We kunnen in de regen spelen. Ja, naar huis gaan. We hebben niet echt een huis. Oké, ik wil nog 1 vis en dan stop ik met vissen voor vandaag. Want dan laten we deze 2 ook maar verkopen. Zo, oké. Kom op, vang nog even 1 vis. Dan hebben we dat ook weer gehad voor vandaag. We staan ook zo lekker in het donker. Ik weet niet of je 's nachts andere vissen vangt dan overdag. Dat zou op zich wel cool zijn, maar... ja, nou, weet je wat? We gaan gewoon even naar de karaoke bar, denk ik. De karaoke bar bezoeken. Leroy is hier echt, hoor. Nee, we zijn gescheiden van hem. We hebben niks meer met Leroy te maken. Dus we hoeven niks meer met hem te doen. Ja, we stoppen met vissen, want het wordt niks. Ik heb het alweer door. Dit is niet onze skill. En ja, zij komt natuurlijk ook wel gewoon uit een goed milieu. Dus zij had nooit verwacht... dat ze hier terecht zou komen. Dus dat ze ooit nog de visvaardigheid nodig zou hebben om haar leven te redden. Maar het is toch echt zover. Oké, we zijn in de karaoke bar. Eens even zien wie hier allemaal zijn. Oké, nou in elk geval is het hier warm. Dus we kunnen ons in elk geval even opfrissen hier. Even kijken welke van de 2 dames toilet is. Deze. Ja, laten we in elk geval maar gewoon onze handen wassen. Even tanden poetsen. Nee, we gaan geen karaoke zingen. Je zag het, hè? Ze wilden het. Ja, en dan nog maar een paar keer handen wassen. Totdat we schoon zijn, een soort van. En ja, even kijken. Misschien kunnen we dan gewoon in deze... Gaan we gewoon in deze kamer. Dan sluiten we onszelf hier gewoon in op. Ik weet niet of dat kan. Dan gaan we gewoon even op de bank slapen. Want we moeten wat tenslotte. Ja, dit werkt wel. Het gaat niet zo super hard, maar het werkt wel. Beetje noodzakelijk kwaad dit. Ik denk ook dat als iemand door heeft dat ze hier is, dat ze er wel uitgestuurd zou worden, maar goed. Ja, komt u maar. Kunnen we dan de deur op slot doen? Nee. Nou, we kunnen wel een dutje doen in elk geval. Toch? Ja. Oké, nou laten we dat doen. In elk geval tot het ochtend is. En dan kunnen we weer verder met geld verdienen. Ik weet niet of we ook geld zouden kunnen verdienen door gewoon te zingen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ja, het zou toch mooi zijn. Eens even kijken. Ik spoel de tijd een beetje vooruit. Maar zo te zien worden we hier niet echt heel snel minder moe van. Dus het is noodzaak dat we een slaapzak kopen. Wacht. Laten we eens even kijken wat een slaapzak kost. Misschien is dat een goed begin. Eens even kijken. We hebben toch slaapzakken? Of heb ik dat nou helemaal verkeerd in mijn hoofd zitten? Of was dat in de Sims 3? Hebben we helemaal geen slaapzak? Ik weet het niet meer. Even kijken. Dit is een hondenbed. Een doodskist. Kunnen we ook in slapen. Of we moeten gewoon kunnen zo'n struik kopen. Dat is misschien ook wel. Ja. Nou ja, zo te zien hebben we niet echt een slaapzak. Een tent hebben we ook niet, hè? Zou dat hierbij staan? Waar zouden tenten staan? Tent. Oh, zoek. Hier, die zijn er wel, kampeert er. Maar daar hebben we ook nog lang geen geld voor. Ja, we zijn echt arm.
Normaal cheat ik altijd, maar ik vind het ook dus wel gewoon een keer leuk om dat gewoon niet te doen. Om gewoon het spel te spelen zoals het bedoeld is. Nee, niet. Nee, ik wou net zeggen, je komt niet bij mijn single, hoor. Daar zit ik echt niet op te wachten. Dat schiet niet op. Het regent best wel hard, hè? Kijk dan hoe gaaf dit eruit ziet. Nou, we gaan onszelf een pep talk geven. We zijn nog steeds best wel moe, maar oké. Ik denk dat we eerst maar eens wat moeten gaan eten. Want we hebben nog een ontbijtje, dus laten we onze verpakte lunch uit... Hé, hoe komen we hier nou weer aan? Chips eten kunnen we ook doen. Laten we ook chips eten. Oh, ik wil dit in mijn inventaris. Kan dat? Hier. Oké, al het eten wat we kunnen krijgen is een beetje... Ik denk dat deze bank misschien wel wat lekkerder slaapt. Het ziet er wel uit alsof deze bank lekkerder slaapt. Oh, kijk, en de bomen worden ook... er vallen blaadjes van af en de bomen worden kaal. Of tenminste, de bladeren worden bruin. Ja, ik vind de herfst echt heel erg leuk. Ik ben heel blij dat het op dit moment in het echt zomer is. Maar ik ben ook wel enthousiast over de herfst. Kijkers schrokken dan. Alsof ze nog nooit wat heeft gegeten. Ja, ja. Oh, we hebben ook een drankje. Ik hoop niet... Nee, we hebben dat toch niet besteld, hè? Oh shit, ze zit gewoon allemaal geld uit te geven. Dat is niet de bedoeling. Ik dacht dat we dit gewoon al ergens vandaan hadden gehaald. Maar zo te zien hebben we dit gekocht met ons eigen zuurverdiende geld. Nou, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Oké, nou ja, weet je wat? We gaan nog even naar de wc. Als een kampioen plassen kunnen we. Gelukkig is ze in elk geval zelfverzekerd. En oh, kunnen we in de regen douchen? Worden we daar schoner van? Als dat zo is, hè, dan is seizoen echt het beste uitbreidingspakket ooit voor dit, voor deze uitdaging, voor de Homeless Challenge. Even opschieten. We gaan niet met die manen kletsen, dat zie ik even niet zitten. Kom op, even doorlopen. Oh wow, we zijn ook echt naakt. Oké, dit had ik niet verwacht. Oké, dit is helemaal goed, joh. Kijk als we hier staan. Naakt in de regen. Zijn we aan het douchen? Nou, dit kan toch niet? Gewoon op een openbare kavel ook. En we staan hier ook gewoon alsof het ons niks kan schelen. Oké, ja, nee, dat moet je doen. Ja, zo te zien kunnen we inderdaad in de regen douchen. Jongens, dit is perfect. Dit is gewoon perfect. Hier, we zijn ook bijna schoon. We staan hier gewoon. Hoppa, klaar. Nou, dat was makkelijk. Oké, we kunnen dit op de weilen. Nou, laten we dat niet doen. Ja, we zijn nu dus alleen nog heel erg moe. Ja, een tent zit er nog steeds niet in. Energie, ja. Wat moet ik daar aan doen? We moeten even geld verdienen eigenlijk. We moeten gewoon iets hebben waar we geld moeten... Stop met drinken kopen. Stop met alles wat we hebben uitgeven. Ach, oké. Kunnen we niet om geld bedelen gewoon? Volgens mij kan dat wel als je wat hoger komt in een bepaalde vaardigheid. Eens even zien. Nou ja. Ja, misschien toch nog maar even vissen. Ik weet het ook niet. Jammer dat we niet in die fontein kunnen graven naar muntjes. We gaan toch nog maar even vissen. Wat is dit? Een rat? Abba, er gaat hier gewoon een rat. Eeuw, ik wist niet dat er ratten waren. Oké, nou ja, er zijn dus ratten. Nou, we gaan nog even vissen. We moeten die 500 simoleons hebben, zodat we kunnen bouwen op deze kavel. En dat we gewoon iets van een hutje kunnen bouwen. Oh, trouwens, ik bedenk me ineens. Dan moet ik eigenlijk even de regels er weer bij pakken. Als je 5 vrienden maakt, dan krijg je de community wants to help. En dat is dus dat de buurt wil je dan helpen. En dan kan je een shelter bouwen. Dus een... het mag niet op je eigen kavel zijn. Maar ergens anders mag je dan een hutje bouwen. Waar je dus bijvoorbeeld kunt slapen. Dus dat zouden we dan bijvoorbeeld bij de karaokebar kunnen doen. Ik zou dat dan wel op zich misschien toch hier doen. Omdat dit ook niet echt ons huis is. Onze eigen kavel. Dus ja, dat is misschien wel iets om te proberen. Om gewoon 5 vrienden te maken. En dan van hun... goedheid te profiteren. Gadverdamme, wat een vieze rat. En ja, dat is misschien een optie. Ik denk op zich dat dat wel een goed idee zou kunnen zijn. Wat jullie? Oh, volgens mij hebben we beet. Nee, we hebben niet beet. We zijn een slechte visser, jongens.
Kom op, vang iets. Ja, ik dacht, ik maak even een foto dat zo'n mooie vis aan de haak slaat, maar helaas. Helaas, oké, we zijn wel echt heel erg moe. Ja, zouden we nog één vis kunnen vangen? Wat denken jullie? Nee. Ik zie hier wel dat het vissen. Waarom hebben wij ze niet binnen? Waarom halen we ze niet binnen? Oh, daar komt er één. Ik hoop dat het wat goed is. Oh, wow, die is super groot. Wat is dit? Oké, wat hebben we gevangen? Ik hoop dat dat veel waard is. 82 symboliën, het is een tonijn. Kijk aan. Hé, hey, dat schiet tenminste op. Oké, nou, dan mag ze nu stoppen met vissen. We gaan die tonijn verkopen, denk ik. Ja, tonijn. En ja, dan weet je wat. We gaan wel even iets van een bed kopen. Dat we in elk geval op ons... Waarom zijn we ineens hier? Oh, omdat we nog die kavel zaten. Nee, we gaan naar huis en dan gaan we hier in ons eentje. En dan gaan we daar iets van het bed neerzetten. Dat we in elk geval even kunnen slapen daar. Dat ja, lijkt me wel wat. Of gewoon een bankje of zo. Het hoeft niet eens een echt bed te zijn. Nee, een bed hebben we nog niet verdiend. We moeten eerst een bankje. Als hij even opschiet. Oké. 103, we kunnen echt helemaal niks. Waarvan kunnen we een bankje kopen? Kunnen we al één bankje? We kunnen nog niet eens één bankje kopen. Oké. Ja. Even kijken. Dit stenen bankje ziet er wel uit alsof het hier kan staan. 145. Dus dan zetten we ons geld even op 145. En dan kopen we dit ene bankje. Hey. Die zetten we dan daar. En dan kunnen we op zijn minst even hier op slapen. Nou, dat is toch in elk geval iets. Als we dan naar huis gaan. Oh. Nou ja, oké. Ik denk wel dat ik het hierbij ga laten voor deze aflevering. Dus dit is de nieuwe challenge. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit is ook de Sims 4 seizoenen. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ja, we willen wel gratis oordopjes. Die kunnen we vast verkopen. Kan dat? Zijn die wat waard? Ja, jammer. Oké, nou ja, goed. Ja, dus dit is wat we nu gaan doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zoals gewoonlijk, als je ideeën hebt, laat het achter in de reacties. Geef de video's een like als je hem leuk vond. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan ook. Dat kan op de volgende manier door op abonneren te klikken en dan ook even op het belletje. Dan krijg je namelijk altijd een melding als ik een nieuwe video upload. En ja, zo mis je dus niks. Ja, dus dat is het voor nu. Dus voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Doei doei!